Welkom bij de kinderen van het internet bij dit ongepland, maar bovenal ongepaste interview. Vandaag spreek ik met de grootste klootzak die Vlaanderen ooit gekend heeft. Dag dokter. Dag Kaar. Mag ik de geruchtenmolen geloven? Naar het schijnt bent u Jeff Elbers. Hahaha, dat is de geruchtenmolen. Jeff Elbers is wel een pornograficus, maar dat is geen dokter. Oeh, dan moet ik al mijn vragen min of meer aanpassen. Waarom? Jullie lijken toch op elkaar. Billen van de kont lijken ook op elkaar. Maar daarom zijn ze nog niet van dezelfde eigenaar. Dat rijmt. Dat is waar. Jeff Elbers, die lijkt op mij zoals mijn gat op een peperkoek. Heeft u hem gekend? Ik heb de heer Jeff Elbers gekend, maar ik heb daarmee geen homoseksuele relatie gehad. Omdat hij homofoob is? Nee, ja, omdat hij op dat ogenblik last had van speen. Het is een mens met een eigen mening over de gay pride en over mannen die het met mannen doen en vrouwen die het met vrouwen doen en vrouwen die het met dieren doen en mannen die het met vrouwen doen die het met dieren doen. Hij is tegen al die mengelmoes, zoals ik. Ah, oké. Okay. Jij bent lid van Vlaams... hij is lid van Vlaams Belang? Ik denk niet dat Jeff Elbers lid is van Vlaams Belang. Daarvoor is hij veel te anarchistisch. Ik heb wel horen zeggen dat ze hem ieder jaar een kaart aanbieden. Maar daarom is hij geen lid als ze mij een kaart aanbieden van een of andere pedofiele club. Daarom ben ik nog geen lid van die club. Of van een fietsclub. Is Jeff Elbers lid van een fietsclub? Ik denk niet dat Jeff Elbers lid is van een fietsclub. Maar ik weet wel dat hij soms doortrapt. Waarom betaalt hij zijn lidgeld niet? Wie betaalt zijn lidgeld? Wie? Dat weet ik niet. Ik denk dat dat monseigneur Boni is. De bisschop van Antwerpen. Ik vermoed dat die dat doet. Kunt jij mij dan eens uitleggen wat dat ostracisme juist is? Ostracisme? Wel, de ene kant is het racisme dat in het oosten gebeurt. Ostracisme. Maar langs de andere kant is dat een Grieks woord voor het schervengericht. Waarbij mensen de laan uitgestuurd werden nadat het plenum dat beslist had bij middel van stemmingen met scherven van potten die ze kapot sloegen, zoals in de Griekse restaurants ze met de jatten en de taloren gooien. Dat is ostracisme, dus het sociaal doodmaken van een burger. Jeff Elbers was aangesteld als bestuurslid bij het Vlaams Audiovisueel Fonds, is nu vervangen door Dimitri Hoega. Wie de fuck is Dimitri Hoegaard? En wat weet hij over films? Wie de fuck is Dimitri Hoegaard? Ik weet het niet. Ik denk dat hij van de brouwerij Hoegaarden is, van het bier. En wie kan drinken, kan ook films kijken. Dus die mens zal misschien iets weten van films. Maar de vraag is of hij iets weet van videospelletjes. Want het VAF doet ook videospelletjes, waarin Jeff Elbers zeer bedreven was. Vooral in shootspelletjes. Call of Duty bijvoorbeeld. Call of Duty, Medal of Honor, ja. Kan het zijn dat Jeff Elbers graag nazi's afknalt? Jeff Elbers knalt met plezier nazi's af. Zelf als hij burgers in zijn spelletje tegenkomt waar hij niet mag op schieten, dan knalt hij die ook af. Want hij heeft een moorddadige inborst. Is Jeff Elbers niet een beetje te gefixeerd op de gay pride en wat als ze daar doen? Je zou haast denken dat hij zelf puntje puntje. Die puntjes betekent dat Jeff Elbers een reetkever zou zijn. Zoals die op de gay pride op hun strontkarren staan. Wel, rechtuit gezegd, ik denk dat niet. Ik denk dat hij nooit op een kar zal gaan staan, want ik vermoed dat hij hoogtevrees heeft. Weet Jeff Elbers waar de kittelaar is? Jeff Elbers zal waarschijnlijk niet weten waar de kittelaar is, zoals hij soms ook niet weet waar de klepel in de klok hangt. Oké. Okay, dank u, dokter Joseph. Ik heb nog één laatste vraag. Moest jij nu, hypothetisch, hè, stel, jij, dokter Joseph, zou in de raad van bestuur van het Vlaams Audiovisueel Fonds zitten. Aan wat zou je het geld dan uitgeven? Ik zou alleen het geld uitgeven aan videospelletjes die ik graag speel. Want zo ben ik. Zacht voor mijn eigen, hard voor de ander. Dank u wel voor dit eerlijke en onbevooroordeeld interview. Ik dank u voor uw onnozele vraagstellingen. Maar morgen wordt het beter echt als u er iets aan doet. En voor die nieuwe wereld.
Het eten smaakt weer net als toen. En vogels zingen in het groen. De koeien grazen in de wei. En er is weer onbespoord.